Uitvaart wordt steeds meer op het leven. Uitvaarten waren lang een sobere bedoeling, met hooguit een klefpakje cake en lauwe koffie na afloop. Maar de traditionele uitvaart is op haar retour. Steeds meer Nederlanders willen dat hun uitvaart een feestje wordt. Dit blijkt uit het Nationale Uitvaartwensonderzoek van Uitvaartverzekering Wijzer. Net. Bijna 200-300 Nederlanders werden aan de tand gevoeld over hun zin hoe een uitvaart voor zich zien. De wensen verschillen per leeftijd en per provincie. Toch is er een duidelijke voorkeur zichtbaar. Het merendeel wil een informele crematie in een intieme setting en daarna een toast en proost op het leven. De koffie en het beruchte plakje cake hebben plaatsgemaakt voor een borrel met een hapje. Zodat er kan worden getoast op het leven, volgens het onderzoek heeft bijna driekwart van de Nederlanders heeft liever een informele bruiloft. Vroeger waren de meeste uitvaarten formeel. Mensen droegen zwarte kleding, er werd meestal klassieke muziek gedraaid. Er waren professionele dragers voor de kist en na de uitvaart dronk men gezamenlijk een kopje koffie. Tegenwoordig gaat dat vaak anders, vertelt Leon Schouten van Uitvaartverzekering Wijzer net. Langzamerhand worden tradities losgelaten. Uitvaarten krijgen daardoor een uniek randje. Zo vonden vroeger de meeste uitvaarten in een kerk plaats, maar zie je steeds meer dat een uitvaart op een andere locatie plaatsvindt. En dat kan van alles zijn, een kroeg, een boot, het strand of zelfs een discotheek. Steeds meer Nederlanders kiezen voor crematie, 77% van de ondervraagden wil gecremeerd worden. In 2019 was dit nog 70%. Dit heeft voornamelijk te maken met het prijskaartje van begraven worden. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van een graf. Vooral jongere mensen kiezen voor cremeren, in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar zegt 90,2% het willens tegenover 53,3% in de categorie 75 jaar en ouder. De meeste Nederlanders willen dat hun kist tijdens de uitvaart dicht is. Landelijk geven Nederlanders aan dat 83% liever een gesloten kist heeft. Alleen in Groningen geeft een opvallend hoog percentage de voorkeur aan een open kist, 48,3%.